Margriet, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed, dank ja, je. Ja. Ja. Ja, we zitten even in de hectiek. We komen binnen in een drukke zaak. En zoals altijd hier eigenlijk. Dus nu hebben ze snel even de feun uit. Dus we gaan gelijk aan de slag. 25 jaar. Ja, dat klopt. Staat de zaak. Ja. Morgen, 25 jaar heb ik de winkel. Ja, dat is niet niks, hè? Nee, dat klopt. Bevalt het je nog steeds? Ja, zeker. Het is, ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ja. Ja, en nog steeds heel druk. Ik doe het nog met heel veel plezier. Ja, ook dat. Ook nog heel erg druk. Gelukkig wel. Ondanks alles wat we meegemaakt hebben de laatste jaren. 5 jaar geleden was je hier natuurlijk met mijn 20-jarig jubileum. Dat weet ik nog wel, ja. Hadden we een groot feest. En had nooit gedacht dat we dan natuurlijk 2 jaar later de coronacrisis eroverheen zouden krijgen. Nee, maar dat weet ik ook nog. Ben ik hier ook nog geweest. Toen was de omroep was ook aanwezig. Ja, en, klopt. Als een van de voorbeelden. Ja. Ik heb nog zo'n avondje van kapper naar kapper en van de doe het licht aan. Ja, klopt. Toen heb ik ook nog gezegd van het zal me toch niet gebeuren. Dat mij het 25-jarig jubileum afgepakt gaat worden. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Je hebt het gered. We hebben het gered. Maar het deed wel zeer. Het deed heel zeer. Die gaan we vergeten, die tijd. Ja, precies. Maar ik zie wel, als ik binnenkom, ik ken ze niet allemaal, maar de meesten die werken er toch echt al wat langer. Er zitten er ook 2 bij, hè? Daar hebben we het gisteren al over gehad. Rian en Henk, hè, die staan achter. En die zitten er gewoon al. Die zaten er al voordat jij er zat eigenlijk. Henk zit er, als het goed is, al bijna 40 jaar. Ja. Met mij dan nu ook 25 jaar. En Rianne 38 jaar, als ik het goed zeg. Dus ook 25 jaar met mij. Ja. Maar dan gaan ze wel bijna met pensioen, of niet? Henk mag bijna met pensioen. Rianne moet nog heel eventjes. Ja. Maar het is ook goed. Ik kan hem nog even pakken. Verdienen zo. Zo lang werken. En de kapper op zich, de zaak, heb je nog andere plannen? Want je doet het natuurlijk lang, maar het betekent niet dat je stil zit. Ja, ik heb zeker andere plannen. En dat kan ik eindelijk nu ook zeggen. Het is niet zo heel spannend, maar ik ga je wel weer verbouwen. Okay. En ik ga kleiner. Oh, ja. Deze locatie? Ja, deze locatie. Okay. Waar wij nu zitten, dit gedeelte tot aan die muur, dat gaat het appartement worden. Oké. Okay. En aan de andere kant blijft het de kapsalon. Dus, een appartement, maar deze ruimte dit gebruik je om te wassen? Dus ja, inderdaad, wassen, kantoor zit daar nog, washok. Maar dat gaat gewoon, dit wordt helemaal leeggehaald. En dus de kapsalon wordt gewoon kleiner. En dan wordt dit een appartement wat ik kan gaan verhuren. Ja, want gaat me dat niet zo heel veel aan, maar is het jouw eigendom, dit pand? Ja. Oh, dus het is je eigen business, zeg maar. Ja, inderdaad, ja. En nou hoor ik ook heel vaak mensen zeggen van, weet jij nog wat te huren om te wonen in de binnenstad? Dus, volgend jaar, ongeveer september, gaan we beginnen. Dus dan gaan we eerst de kapsalon verbouwen en daarna zal dit omgebouwd worden tot appartement. En dat zal dan denk ik november ongeveer, hoop ik, klaar zijn allemaal. En dat is, dat is dan, als ik het zo zie, best een flink appartement nog. Dat wordt best een, één slaapkamer. Ja. En dan hier, als het goed is, met openslaande deuren, dus misschien dat je ook nog klein iets dat je buiten kan zitten. Ja, maar waar komt dan de deur? De deur is aan de achterkant. Okay. Wij hebben daar een achterdeur, dus aan de achterkant wordt de ingang en dan gaan ze zo het appartement in en wij houden gewoon de voordeur voor de kapsalon. En behouden ze het uitzicht hier op het leuke pleintje? Ja, alleen de ramen worden wel iets kleiner. Ja, precies. Want anders zie je wel heel erg een aquarium. Zeg, Ja. Dat is een leuk dingetje. Ja, leuk zeker. Toch verandering aan de andere jaren. Toch verandering, en dat is vooral ook, je gaat natuurlijk nadenken in de tijd van de corona, van wat wil ik? Wil ik dit nog langer blijven doen? Zo'n grote winkel. Nou, Henk natuurlijk straks, die gaat stoppen. Rianne gaat een keer stoppen. Ik word ook ouder. Dat is ook een onbeleefde vraag, maar hoe oud ben jij eigenlijk? Ik word 50 volgend jaar. Ja, dat vind ik nog jong, hè? Ja. Maar het is wel waar, je gaat wel nadenken over. Je gaat nadenken over je eigen toekomst. En dan denk je van, ik ben eigenlijk heel lang van, of ik ben hier begonnen met 21 stoelen en ik ben steeds teruggegaan naar minder. En ik had toen zoiets van, weet je, het is goed, we gaan gewoon terug naar 6 stoelen. Ja. En gewoon een kleiner groepje, kleinere winkel. Wel gewoon, wij met z'n allen hetzelfde concept. Maar net eventjes. Maar zelfs met dit eraf ben je volgens mij nog steeds een van de grotere zaken in Middelburg. Dat zou kunnen. Ja, en ik hoef de grootste ook helemaal niet te zijn. Daar wil ik ook helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Ik wil het naar mijn zin hebben. Ik wil mooi haar maken. Ik wil het leuk hebben met de klanten. Leuk hebben met mijn collega's. Daar gaat het om. Helemaal duidelijk. Ja. Nou ja, ik ben blij om te horen dat het goed gaat. Ja, dankjewel. En wil ik nog even één ding zeggen. We gaan ook van het weekend nog met de meiden naar Parijs. Omdat we 25 jaar doen. Als feestje? Hebben. Als feestje. Ja, maar ik zie jullie wel vaker op pad. Ik zie op Instagram dat er is weer iemand op cursus in Amsterdam. Dus daar bij klopt, beurs. We doen van alles. Maar nu ga je gewoon even nu chillen met z'n allen. Lekker met z'n allen. Zaterdagmiddag gaan we en Henk ook dan, hè? Henk en Rianne gaan natuurlijk ook precies, mee. Ja, precies. Met z'n allen. Hele team. Paris c'est la vie. Ja, ik zou dat heel stoer in Frans, maar dat valt het tegen. Ga ik niet doen, want ik ken echt heel maar in Frans. Hij zegt wel, nee, wie. Nou, gefeliciteerd nogmaals. Ja, en fijne weekend. Komt goed, dank je.